de Genneperparken, het groene hart van Eindhoven. Wie heeft er niet ooit eens de hond uitgelaten, een balletje getrapt, een engeltje geworpen of een baantje gezwommen? Maar ja, de stad groeit en het park moet mee. Over de manier waarop werd de gemeenteraad het dinsdag eens. Dit is gewoon echt de achtertuin van heel Eindhoven. En dat heeft er gezorgd dat we echt hebben gekozen welke gebieden worden echt natuur, waar we dat gaan versterken, welke gebieden recreatie en welke gebieden ook sport. En dat betekent dat ik denk dat wij op dit moment een prachtig plan hebben met 51 projecten of zelfs wel meer, om de komende jaren ook concreet in de uitvoering te gaan. In plaats van praten hoe het mooi zou kunnen worden, gaan we nu over naar actie. Wethouder Rick Thijs is trots, want na jaren gesteggel, gepraat, petities en discussies ligt er nu in ieder geval een basis om op verder te bouwen. De bedoeling hier is dat de helft van de parkeerplaatsen weggaat. We gaan hier de helft vergroenen. Er komt een prachtige bomenrij in het midden. En de parkeerplaatsen die er dan komen gaan we inrichten met waterdoorlaatbare stenen. We horen natuurlijk al langer dat dit zou gaan stoppen. Of in ieder geval op de schop gaat. En dat is eigenlijk wel een beetje een nadeel, ja. Want dit is eigenlijk de enige plek waar we alles kunnen oefenen. We merken ook dat hier 's nachts heel veel overlast plaatsvindt. We hebben filmpjes gezien van drag races die hier gehouden worden. Ja, en die onveiligheid in dit gebied moet er echt uit. En wij denken dat dat met de herinrichting dus echt goed gaat lukken. Een andere plek waar veel gaat veranderen is die van het voormalige milieu-educatiecentrum bij de Genneper Watermolen. Dat is een plek die de laatste jaren zijn allure een beetje is kwijtgeraakt. En dus gaan deze wat grauwe gebouwen tegen de vlakte. Ja, als je hier achter deze gebouwen zou kijken, ligt er bijvoorbeeld een prachtige vijver. Maar ook de Dommel die hier verder achter doorloopt. Ja, en als we daar een mooie doorbraak van kunnen maken, dat mensen daar ook kunnen gaan zitten, eigen gebrachte picknick mee kunnen nemen, ja, dan kunnen veel meer mensen genieten van die prachtige natuur die de Genneperpark heeft. Ik heb ook gehoord dat er parkeerplaatsen weggaan hier bij de molen. En ik vraag me af, waar gaan die dan naartoe? Gaan die dan de wijk in? Ja. En volk gaat uitbreiden? Komen nog meer druk? Ik denk dat de druk op de parken wel gigantisch toe gaat nemen. Genneperpark is natuurlijk ook een centrum van sportactiviteiten. Al liggen die soms nog wat verscholen. Ook daar is in het inrichtingsplan een oplossing voor bedacht. We willen dat op deze plek doen. We noemen dat de sportboulevard in het inrichtingsplan. Met kijken of we daar een beweegroute kunnen toevoegen. Hè, dat mensen actief kunnen zijn buiten. Ja, we denken echt dat hier ook echt een kwaliteitsimpuls kan plaatsvinden. Ja, naast dat de Genneperparken zich natuurlijk kenmerkt door de Genneperhoeve van Boer Agen of de Genneperwatermolen, zijn ook deze paden nou echt typisch voor dit gebied. De oude structuren van vroeger. En meer van deze paden gaan we de komende jaren aanleggen. In een gebied met zoveel belanghebbenden krijg je nooit iedereen tevreden en blijft er altijd wel kritiek. Dat is met het inrichtingsplan niet anders. En dan het hotel wat komt en er moeten ook nog parkeerplaatsen bij. En dan mag gebouwd gaan worden en hier bij de molen gaan ze dus iets afbreken en daar gaan ze bijbouwen. Dat krijg ik niet met elkaar gerijmd. De stad gaat groeien, meer mensen willen gebruik maken van het groen. Dus dat is iets niet wat we even kunnen meten. Dat moeten we blijven meten. En ik denk dat het inrichtingsplan daar ook voor noodzakelijk is om mensen verder het gebied in te krijgen. Zodat de druk niet op bepaalde plekken zich centreert. Zorgen om de natuur? Ja. Nee, niet in deze stad. De uitbreiding van het prehistorisch dorp. Ja. Goeie zaak? Ja, ik denk het wel. Toch geschiedenis. We weten toch weten hoe vroeger mensen geleefd hebben. Ja, precies. Er komen meer sportvoorzieningen bij, ook goede zaak. Ja, beweging, hè, is de beste therapie die er is. Komt misschien wel een hotel bij, ook goed? Ja, lekker slapen. Ja, ik vind het wel goed. Ja, je zit in Eindhoven, je zit in het centrum. Ja, ik vind het gewoon normaal dat je hier iets doet.